de Stichting Toerisme Suriname, STS, en Conservation International Suriname hebben vandaag een Memorandum of Understanding ondertekend voor een structurele samenwerking. De ondertekening vond plaats in restaurant Moments. De overeenkomst houdt in dat de STS en CI Suriname zullen samenwerken om een start te maken met natuurtoerisme. Dit moet erin resulteren dat binnen enkele jaren het ecotoerisme in ons land gaat bloeien. Volgens Jerry Akum van de STS bestaat de samenwerking onder meer uit institutionele versterking en ontwikkeling van kadervorming. Als jouw referentiekader verruimd wordt, dan ga je plotseling heel anders tegenover toerisme staan. Het is ook goed om te weten wat de wereld doet als het gaat om natuurtoerisme. Dus institutionele versterking, wij denken ook aan simpele voorbeelden. Als er deskundigen zijn binnen het netwerk van CI, dat je de persoon misschien een aantal maanden koppelt aan personeel van STS, waardoor ons personeel zich gaat optrekken aan degene. We moeten heel eerlijk zijn in dit land. Toerisme is interessant, maar het is ook relatief nieuw voor Suriname. Dat wil zeggen dat we moeten gaan werken aan kadervorming. Waarom is dit ook heel belangrijk? Wanneer de autoriteit een feit is, en ik hoop volgend jaar, dan kun je geen situatie hebben dat het personeel nog niet ready is. Je moet kader hebben om invulling te geven aan de autoriteit. Een autoriteit is fantastisch, maar het zijn mensen die het verschil zullen uitmaken. Dus deskundig personeel. Dus daar willen we heel concreet aan werken, samen met Conservation International. Volgens John Goedzalk van CI is het tot de beleidsmakers doorgedrongen dat niet alleen goud en olie voor een duurzame toekomst zullen zorgen. Nu ziet men dat we het stuk van diversificatie moeten oppakken, zegt hij. We hebben het stuk liggen, we weten wat de stukken zijn, we hebben het recentelijk nog opnieuw bediscussieerd. Er zijn onderdelen ook in deze MOU opgenomen, die we nu kunnen gaan uitvoeren. Dat is één. Het andere is dat er 2 jaar geleden wederom een studie is gedaan door Conservation International over hoe private-public partnerships ingevuld kunnen worden. Tot de dag van vandaag is het verboden voor particulieren om toeristische activiteiten te ontplooien in natuurreservaten. Dat is wat ons betreft een bijzonder gemiste kans. Een bijzonder gemiste kans, omdat juist onze natuurreservaten zo ongelooflijk krachtig kunnen zijn. We hebben te maken met een World Heritage Site, het Centraal Suriname Natuurreservaat. En op dit moment is enkel en alleen maar het staatsapparaat bevoegd om daar toerisme uit te voeren. Terwijl we weten dat de private sector zowel lokaal als internationaal al jaren staat te springen om van die prachtige faciliteiten daar gebruik te gaan maken. En dat levert meteen weer banen op, meteen inkomsten voor het land, inkomsten voor de operators, ga zo maar door. Dus we kijken er naar uit om die gesprekken met de huidige minister voor te zetten, zodat de private-public partnerships een goede plek kunnen krijgen in de hele sector. John Goedschalk van Conservation International Suriname. CI en Stichting Toerisme Suriname hebben vandaag een Memorandum of Understanding ondertekend voor een structurele samenwerking.